200 jaar geleden, toen koning Willem I aan de macht kwam, ging het niet zo goed in Nederland. Mensen waren arm en ontevreden. Maar er was ook een groepje rijke mensen die daar iets aan wilden doen. De burger vooruit helpen door ze te laten sparen. In 1818 richtten ze een van de eerste spaarbanken van Nederland op, de Nutspaarbank. En het werkte. Nederland werd steeds welvarender. In 1992 werd er gefuseerd met de VSB-bank. En zo verdween de gedachte van de bank als gemeenschappelijke instelling. Helemaal? Nee, want de gebouwen en het geld van de Nutspaarbank gingen over in een stichting. Fonds 1818. Het fonds zet zich in voor een betere maatschappij door het geven van geld, advies en begeleiding. Wat doet het fonds nu? En wat is de geschiedenis van de bank? Je ziet het in Goed Geld. Mensen worden steeds ouder en ze blijven steeds langer thuis wonen. De wijken worden daardoor steeds voller en toch weten steeds minder mensen wie hun buren zijn. Vandaar dat mooie buurtinitiatieven heel erg belangrijk zijn en dat is ook de reden dat Fonds 1818 daarin investeert. In deze aflevering van Goed Geld bezoek ik een paar van die mooie initiatieven en Wim Willems duikt in de geschiedenis van de uitbreiding van de Nutspaarbank naar de wijken. Ruim 100 jaar geleden deed de Nutspaarbank iets bijzonders. Ze opende haar eerste bijkantoor aan de Hobbemastraat in Den Haag. En daar had de bank goede redenen voor. Als wapen in de strijd tegen de concurrentie van andere spaarbanken en om mee te gaan met de uitbreiding van de stad en zo het groeiend aantal Hagenaars en Hagenezen te kunnen bedienen. Het bleek een goede beslissing, want er volgden nog zeker 100 bijkantoren die ook steeds vaker en langer open waren voor de spaarders. Sparen werd steeds gemakkelijker en dat wordt het nog steeds met internetbankieren, betaalpassen, tikkies. De noodzaak van een bankkantoor in de buurt is volledig verdwenen. De bank regelt alles op afstand, geld komt uit de muur en het sparen heeft, door de lage rente, zijn aantrekkelijkheid zo goed als verloren. De Merenwijk in Leiden is een wijk waar mensen dicht op elkaar wonen, maar toch eigenlijk heel weinig met elkaar te maken hebben. In deze wijk is buurtcentrum Op Eigen Wieken, waar ze allerlei initiatieven hebben om die mensen toch met elkaar in verbinding te brengen. En ze hebben een eigen klusteam, bestaand uit mannen en vrouwen uit de wijk, die bij andere mensen uit de wijk vrijwillig klusjes doen. En ik ga vandaag een dagje mee klussen. Het klusteam van werkbedrijf Merenwijk is 3 jaar geleden in het leven geroepen. Wekelijks trekt een aantal buurtvaders en andere handige wijkbewoners de buurt in om kleine klusjes aan huis uit te voeren. Niet voor iedereen, maar voor mensen die het niet meer zelf kunnen of de financiële middelen niet hebben. Het team bestaat uit verschillende mensen die allerlei vaardigheden hebben. En daar proberen we een beroep op te doen. Zodat ieder vanuit zijn eigen kwaliteiten bewoners te helpen. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent Hans. Ik ben Hans. Ik ben Debbie. Ik heb begrepen dat er vandaag wat klussen op het programma staan. Iets met een tuin, dus ik heb maar wat viooltjes meegenomen. Maar wat gaan we precies doen vandaag? Vandaag zeg maar, gaan we met een aantal mensen, de pauwenvaders, zeg maar, bij iemand een tuin schoonmaken. Mm-hmm. Je hebt allemaal tegels en die kunnen het niet meer zelf. Dus zijn ze hier geweest om te vragen van, kunnen jullie dat voor ons doen? Hallo, Debbie. Jongens, ik heb gereedschap klaargezet voor jullie al. Deze moet mee, deze hele emmer moet mee. Alsjeblieft, en succes vanmiddag. Oké. Maak er wat moois van. Ik zal straks kijken. Dag. Oké. In het verleden gebruikten zij of eigen materialen of het gereedschap van het buurtcentrum. Maar dat kan je natuurlijk niet eindeloos blijven doen met het materiaal van het team zelf. Vandaar dat er nagedacht werd over een aanvraag richting het Fonds 1818. En dat is gelukkig gehonoreerd en daar zijn we heel blij mee. Hier is het, hè? Floris heeft het klusteam ingeroepen om te helpen bij zijn tuin. Goedemiddag. Hij is recentelijk geopereerd aan een hernia en daardoor niet in staat het zelf te doen. Welkom. Dank u. Wil je alle de kleuren door elkaar? Of? Ja. Ja? Dat is wel leuk. Volgens mij hou je hier wel van viool, hè? Ik heb een goede plan meegenomen. Het is een wijk, de Slaagwijk, een onderdeel van de Merenwijk, waar verschillende culturen bij elkaar wonen. En het is een wijk waar verschillende netwerken nodig zijn om elkaar te helpen, om hier in deze wijk fijn te kunnen wonen. Hoe vaak doet u dit?
Vaak. Heel vaak, ja? En altijd met zo'n clubje, met een groep? Altijd met zo'n clubje, ja. En waarom doet u dit? We vinden het gewoon leuk om mensen te helpen. Die mensen die zijn... Die kan gewoon niet aan het werk en het is de meneer. Hij kan gewoon niet het touwen even bijhouden. Mm-hmm. Wij helpen zo zulke mensen graag. Wat lief. Ja. Ja, en ook gezellig denk ik, toch? Ja, zeker. Wat was voor u de motivatie om dit te gaan doen? Ik was vrijwilliger bij het buurthuis en van het een kwam het ander. Ik ben op een gegeven moment tafeltjes gaan maken, toen dat nodig was. Dat vond ik leuk. Dus dit is niet per se een specialiteit? Nee, helemaal niet. Kijk. Maar het hoort er gewoon bij en de tuinen die zijn net zo belangrijk als de rest. Ja. Er wordt heel positief en gereageerd en men vindt het heel fijn daar waar wij in ieder geval aan het werk zijn gegaan. En het wordt steeds bekender onder de wijkbewoners. In 1992 hield de Nutspaarbank op met bestaan en ging het gedachtegoed verder in Fonds 1818. De verhalen over de bank gingen voorgoed de geschiedenisboeken in. In het Haagse gemeentearchief ligt een schat aan informatie over de bank. Stadshistoricus Wim Willems duikt elke week het archief in. In een pand van de Wereldwinkel, hier in Voorburg, zat ooit een bijkantoor van de Nutspaarbank. Het aardige is dat je dat nog goed kunt zien aan de gevel. Er staat een steen, anno 1818. Het jaar waarin de Nutspaarbank in Den Haag werd opgericht. En een van de symbolen was een eekhoorn, die je hier heel mooi ingepast ziet. Het zouden er uiteindelijk meer dan 100 worden die de bank grote zichtbaarheid en naamsbekendheid bezorgen in de hele Haagse regio. Piet Pleunis woonde om de hoek van het bijkantoor in de Herenstraat in Voorburg. Zo, goedemiddag, daar zijn we weer. Tegenwoordig woont hij boven de Wereldwinkel. Als kind ging hij regelmatig langs bij de bank. En hij heeft er veel herinneringen aan. Dus hier kwam ik binnen dan. Ja. En die deur, was dat de originele deur? Want ik zie de honingraad. Dat is de originele deur van de Nutspaarbank. Van de Nutspaarbank, ja. Zie je daar al tralies bijvoorbeeld? Ja, dit is allemaal hetzelfde gebleven. Er zat daar een bankje, daar kon je gaan zitten. Mm-hmm. Als kind zijnde, en hier ook. Hier was ook een bankje. En dan daar was een glazen wand en daar zaten de medewerkers van de Nutspaarbank achter. Spaarbankboekje met die bijtjes van die zegeltjes. En ja. Die kwam hij dan hier als kind zijnde inleveren. De kleinere bijkantoren van de Nutspaarbank, zoals in Voorburg, werden bemand door een beheerder en een assistent. Eventueel aangevuld met enkele medewerkers. Behalve de wachtruimte waren er loketten waar de spaarders werden geholpen. Er was kantoorruimte voor de medewerkers en er was altijd een kluis. Daar ging het... Bergen ze het geld in op, hè? Mm-hmm. Dat was dit. Maar ja, dit was de hele kluis? Ja, dit was de hele kluis. Kijk, dit is nog wel origineel, maar er zat er natuurlijk wel een zware deur in en zo. De bank deed ook mee aan evenementen in Voorburg, zoals de jaarlijkse braderie. Maar Piet Pleunis herinnert zich vooral nog opa Rijkaard, de beheerder van het bijkantoor. Ja. Had hij een grote perenboom daar in die tuin? En dan kregen alle mensen ieder jaar een emmer peren van hem. Emmer peren van hem, ja? Ja, dat waren die mensen. En wij kregen altijd een koetjesreep. Chocolade. Ja, chocolade. Ja. Wie maakte hier dan schoon, die bank? Dat deed dan die oma en die opa. Ja, die hielden dat hier samen. Schoon. Ja. Ja, ja. Van alle spaarbanken in de Haagse regio... was die op Scheveningen een heel bijzondere. Want hij functioneerde volledig zelfstandig. In 1869 werd hij officieel opgericht. We moeten ons daar niet zoveel bij voorstellen, want hij was alleen maar op zaterdagavond een uurtje open voor de spaarders hier in de buurt. Dat veranderde in 1923. Toen kwam er een officieel hoofdkantoor op de Badhuiskade met 3 vestigingen in de omgeving voor de Scheveningse spaarders. Henny Bakker heeft goede herinneringen aan haar tijd bij de bank op Scheveningen. Ze werkte er vanaf 1970, in eerste instantie achter het loket. Henny, we staan hier voor het hoofdkantoor, Badhuiskade, Nutspaarbank. Jij kwam hier in 1970 werken of heb je eerst ergens anders gewerkt? Nee, ik kwam van school en in september 1970 ben ik hier begonnen. Ja, ja. Tenminste niet hier, ik heb hier gesolliciteerd en het werken begon op het Tesselseplein. Aan het eind van de maand werd het druk. Want dan kwamen de mensen een salaris halen, sparen.
De kinderen die kwamen het de hele maand gewoon door met de busjes. Uh-huh. Ze kregen als ze een rekening openden zo'n busje. Had je een persoonlijke band met veel mensen hier op Scheveningen? Ja, heel veel. Ja, echt. We wisten zeg maar alles van iedereen. We wisten, als u mijn klant was, wist ik bijvoorbeeld van... Goh, is uw vrouw nog ziek en zit uw tante nog in Australië en hoe is het met de kinderen? Mm-hmm. Ja, en dan vroeg ik ook naar de eerste volgende keer dat u kwam van goh, hè. Ja. Ja, ja. Werd er bij Wereldspaardag op 30 oktober, werd er nog iets speciaals georganiseerd? Ja, dat was het feest. Want dan moesten we van 8 tot 8 werken, dat deden we met veel plezier. En dan kregen de mensen een cadeautje. Nou, het cadeautje wat het meest is bijgebleven was een tegeltje, was een wit tegeltje. En daarop stond in het blauw de oude kerk van Scheveningen. Nou, de mensen stonden hier buiten in drommen, maar ook op de bijkantoren. En het was echt, dat was een run, dat was ongelooflijk. Ja? Ja. In 1974 hield de zelfstandige Scheveningse Nutsparbank op te bestaan, door een fusie met het Haagse hoofdkantoor. Zo kon de toenemende concurrentie van andere banken beter het hoofd worden geboden. Voor de fusie kon een klant uit Den Haag eigenlijk niet makkelijk geholpen worden bij de bank in Scheveningen. Als er dan mensen uit Den Haag kwamen en die wilden een spaarbankboekje openen, kon dat gewoon? Dat kon wel op die Haagse boekjes, maar dat was wel een gedoe. Dan moesten wel extra formulieren ingevuld worden. Ik geloof zelfs dat we het in de boekjes met de hand bijschreven, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar dat was wel meer gedoe dan dat u gewoon met een Scheveningsboekje kwam. En dan kon ik dat in zo'n apparaat stoppen en dan werd dat gewoon, konden we dat bijwerken. Maar je had wel extra tijd nodig als er zo'n Haagse klant bij ons kwam. Een Haagse klant? Haagse klant, ja. En je bent weggegaan, waarom? Omdat ik zwanger was. Ja, ja. En ik heb echt tot de laatste dag proberen door te werken. 6 weken van tevoren moest ik ophouden. Ja. Nou, vreselijk, met pijn in mijn hart. Ja? Ja. Niet alleen de Nutsparbank in Scheveningen, maar ook die in Noordwijk en Leiden. Eigenlijk vele kantoren hier in de regio gaan op een gegeven moment samen met het hoofdkantoor aan de rivier Vismarkt. Alleen valt de tij niet te keren. In de jaren 80 zien we het ene bijkantoor naar het andere zijn deuren sluiten. En dan volgt in 1992 de grote fusie met de VSB-bank. En daarmee verdwijnt de Nutsparbank uit de regio. Het enige wat nog is overgebleven... met geld van de bank is het Fonds 1818. Agnes Benning Friskus kreeg van haar vader bij geboorte een spaarbankboekje. Alle kinderen uit het gezin kregen dit. Want vader vond het belangrijk dat er werd gespaard. Nou, dit ben ik zelf natuurlijk. Dus mijn jongste broer Remy, mijn broer Paul, mijn oudste zus Adrie. 12 kinderen, heel groot gezin kom ik uit, ja. En in mei, een paar dagen na de geboorte, is er dus inderdaad zelfs 10 gulden opgestort en 2,50 gulden. Dus al hadden ze het niet breed, dat werd wel geopend voor ons. Daarom ben ik ook blij dat ik het bewaard heb. Want ik was dan zeg maar in 73 kwam ik volgens mij van school. Ik ging toen zaterdags werken. 100 gulden, 500 gulden, 200 gulden. Maar dit was mijn eerste verdiende centjes na een aantal weken hard werken. 125 gulden. Deze transistorradio is gewoon voor mij, ja, dat doe ik nooit weg. Want daar ging ik avond en avond luisteren naar Candlelight. Toen had ik toch een aardig bedrag gespaard, zie ik. In die tijd, als je het hebt over guldens, nou vind ik toch 10.000 gulden met dat geld wat ik maar verdiende, een heel groot bedrag. En uiteindelijk door spaarzaam te zijn, wonen we nou in een hartstikke lekker appartement. De kinderen zijn volwassen, mijn man gaat met pensioen. Dus wat willen we nog meer? We gaan genieten. Hij krijgt binnenkort een nieuwe auto, dus... alles erop en eraan. Ja, mijn man kan niet wachten tot hij die auto heeft. Want ja, eigenlijk heeft hij altijd een nieuwe auto willen rijden. Maar ja, als dat niet kan, kan het niet. Hij noemt dat dan Ocean Blue. Dat heet het geloof ik ook. Het is die kleur. Maar dan met een zilverdak. Ruim 25.000 euro. Maar we hebben het wel zelf bij elkaar gespaard. Zo, dat is fijn. Hoi. Je laatste werkdag. Ja. Lekker genieten. Ik hoef niet meer te werken. Ik heb mijn vrije dagen opgenomen. We gaan genieten. We waren wel een beetje mee begonnen, maar dan gaan we echt genieten. Lekker toeren met de auto en leuke dingen doen. Vakantie. Vakantie houden. Ja, zeker weten.
De wijk Voorhof in Delft is een wijk met veel hoogbouw. En hij staat ook op de lijst met dichtstbevolkte wijken van Nederland. Hier aan de Roland Holslaan 751 is de wijkwoonkamer van Stichting 751. Eens in de twee weken hebben ze lekker live muziek. En dan is de afspraak dat iedereen wat te eten meeneemt. Nou, ik kan niet met lege handen binnenkomen, dus ik heb wat boodschappen gedaan. En ik ga een avondje meekijken. Stichting 751 is een initiatief van de bewoners van woongemeenschap Teest, die er ook wonen. Ze stellen hun woonkamer iedere vrijdag open voor de mensen uit de wijk. Om lekker bij te praten, te hangen aan de bar, een spelletje te spelen of een hapje mee te eten tegen een kleine vergoeding. Goedenavond. Hallo. Hallo. Ik ben Debbie. Hoi Debbie, ik ben Ewout. Welkom. Ik heb wat te eten meegenomen. Nou, ik zie het. Heerlijk. En ik wil zo blijven naar rondleiding. Nou, dat gaan we regelen. Ja, ja? Leuk. Leuk dat jullie hier zijn. Hoeveel mensen eten er gemiddeld mee? Tussen de 30 en de 40. En dat is alleen als er live muziek is? Nee. Elke vrijdagavond eten er 30 of 40 mensen mee. Leuk. Alleen als er live muziek is, dan nemen mensen hun eigen eten mee. Oh, gelukkig. Heb ik het goed gedaan? Ja. En op de andere week hebben we altijd een buurtbewoner die kookt. Oké. Ja. Voor een plek. Ik zie kippen, een soort volkstuintjes. Ik zie een heleboel mensen binnen zitten. Ja. Wat is dit voor iets? Nou, dit is een woongemeenschap. Zo is het gestart. Maar we hebben gezegd, met iedereen die hier komt wonen, doe je één dagdeel in de week iets met buurtbewoners. Mm-hmm. Weet je, om het idee om in een wijk waar heel veel flats staan. Ja. Wat het eigenlijk, ja, flats zijn altijd een beetje onpersoonlijk. Dachten we, nou, hoe mooi zou het zijn als we een beetje verbinding kunnen maken in een wijk. En we zijn begonnen met een buurttuin aan te leggen. Zodat buurtbewoners gewoon naar binnen konden lopen. Want ja, bijna niemand heeft hier een achtertuin. Nee. Dus dit is een beetje een achtertuin voor de buurt. En daar zijn we mee gestart. Dus dat is 4 jaar geleden. En dan 2 jaar geleden zijn we het buurtcafé gestart. Zodat buurtbewoners niet alleen maar hier in de tuin hoeven te zitten. Maar ook eens een keer een kopje koffie kunnen krijgen. Mee kunnen lunchen, mee avondeten. Louisa woont in een naastgelegen flat. En komt al zo'n 2 jaar graag in de woonkamer. Ze komt er zo graag dat ze er nu ook vrijwilligerswerk doet. Het is hier een feest, gewoon een bijzondere plek. Echt een feest om hier te zijn. Is het een beetje extra familie voor je? Eigenlijk, ik ben alleen. En ik heb natuurlijk wel kinderen, maar ja, die hebben zijn eigen leven natuurlijk, logisch. Dus het voelt inderdaad als familie. Dus moet ik het zeggen, dat ik raak ontroerend ervan. Maar nee, mooi. Zijn die jongens zijn voor mij echt, Met je extra kinderen? Ja, zo'n soort hout van. Ik heb het gevoel, ik kan ze niet meer missen. Maar ik heb het gevoel dat Hoenie ook, ze zeggen ook altijd van, we houden ook van je. En ja. dat komt er echt binnen als ze dat zeggen, want dan voel je dat ze dat echt dat menen. Ze menen. Ja, dat is zeker, zeker. Kan ik voor iemand koffie inschenken, natuurkopje? Nee? Oh, u heeft al. U heeft net gehaald volgens mij, hè? Iedereen die hier komt, voor een bakje komt of mee eet, vertellen we altijd van, joh, je kan ook meedoen, help mee. We zijn geen bedrijf, we willen eigenlijk gewoon een soort netwerk zijn van buurtbewoners. En langzamerhand ontstaan er gewoon meer relaties. Het is eigenlijk niet zo heel ingewikkeld. We proberen de activiteiten laag te houden en de relatie hoog. Dus we hopen gewoon dat de een weer wat contact maakt met de ander. En dat zo langzamerhand meer mensen elkaar leren kennen, een beetje met elkaar optrekken. Het gaat niet de buurt op zijn kop zetten, maar het geeft wel een mooi plekje in de buurt voor wie dat graag wil. Ik vind het een mooi plek hier. Nou, leuk. Heel bijzonder en heel verrassend. Ja. Zo midden in de hoogbouw van Delft. Echt heel mooi. Ja. En ook nog lekker gegeten, dus dank je wel daarvoor. Ja, graag gedaan. Kan ik nog iets voor je doen?
Nou, je kan even helpen de vaatwasser inruimen. Serieus? Ik heb een schort voor al je. Die vieze kopjes. Ja, ik heb geen mooi theeschort. Moet het? Want ik doe het thuis ook zonder schort. Dus kom maar op met die kopjes. Kijk, alles wat hier staat moet erin. Dit niet meer, dit is al schoon. Oké. Okay. Dus dat kan ik aanvragen. Nou, ik ga even de vaatwasser inruimen. Heeft u nou ook een mooi project in de wijk waar u wat hulp bij kunt gebruiken? Of wilt u meer weten over deze aflevering? Kijk dan even op onze website omroepwest.nl. Volgende week ben ik weer met een nieuwe aflevering. Dan gaat u op snel spoelen. Het is straks weer schoon. Het is ook een fonds 18 vaatwasser. Echt waar? Ja.